de nieuwe Puls 2000 elektrische barbecue van Weber. De Tri-Trip, of die stuk, of de Ezel, noem het maar. Die gaan we laten zien op de barbecue. Ja, de Tri-Trip zoals genoemd, maar als een klein wetenswaardigheidje, we noemen het ook de Ezel. Nou, ik ben geboren in Ezelheem. Zo heet dat namelijk, Heemskerk. Dus voor de kijkers in Heemskerk, dit is een stukje vlees uit Ezelheem. Nou, Bastiaan. Geweldig. Ja, dat gaan we bereiden. Mooi stukje vlees. Je moet altijd even kijken of er nog wat vliesjes op zitten. Die heb ik ondertussen verwijderd. Wat wel even goed is om rekening mee te houden met de cameraman, als je even deze kant op komt, ja, is dat hij twee verschillende richtingen, looprichtingen heeft eigenlijk van de draad. Zeg maar, dit gedeelte loopt zo. En deze loopt in de lengte richting. Dus straks met het snijden van het vlees. Moet je er rekening mee houden. Hè? Dus niet zo snijden, maar dan kort op de laad. Voilà. Nou, we gaan er niet zo heel veel mee doen. Gewoon omdat het een heel mooi lekker stukje vlees is. En die gaan we zo meteen aanzetten op de barbecue. Op de Puls. En dan eerst even op hoog vuur. En dan daarna laten we nagaren op laag vuur. En het mooie is van deze elektrische barbecue, de Puls, ja, is dat hij dus ook twee verschillende zones kan hebben. Eentje waar de warmte is en waar niet. Maar laten we straks even zien. Nou, even wat olie opgedaan. Ja, een beetje zout en suiker, hè? Ja. Zo, nou, dit is het, Edwin. Kijk eens aan. We hebben twee zones, hè. Hoe we dat kunnen inrichten is eigenlijk met deze knop. Draaien we hem, gaat die kant aan. En dan gaat die kant aan of uit. Nou, we hebben nu overal even lekker op hoog temperatuur, zodat we goed kunnen aanzetten. En dan straks gaan we hem indirect nagaren. Nou, hier, je ziet het al. Dan mag de deksel even dicht, Edwin. Dan verliezen we niet te veel temperatuur. En, nou, dan gaan we eens even kijken naar de mooie pulsen. Wat ik al zei, twee zones waarmee je temperatuur kunnen regelen. Nou, je ziet, we hebben het nu al op 235 graden. En het mooie van de puls is, hè, sowieso de deksel is geïsoleerd, dus houdt goed zijn warmte vast. Heeft minder last van de weerinvloeden van buiten. Kan je hand er gewoon lekker ophouden. En met deze 205... buitentemperatuur is dat best lekker. Ja, zeker lekker. Ja. Wat er ook bij zit, bij de puls, geïntegreerd, dat is de eikwil. Ja. Dus wat je kan doen, hè, want we willen natuurlijk uiteindelijk wel weten hoe gaat het met mijn stukje vlees. En met 52 graden wil ik hem er wel vanaf hebben. Dan kan hij, erin. En dan doen we hem hier. Hoppakee. En dan denk je van, ja, hoe zit dat met het touwtje? Meneer cameraman. Ja. Kijk eens. Zit een gaatje, kan hij mooi doorheen. En dan kan je ook daar geen knik in brengen. Nou, los van het feit dat je ook de temperatuur van het vlees kan meten, zit er nog eentje bij. En die is voor het rooster, de omgevingstemperatuur. Dus voilà. En dan. Oké. Edwin, als jij zo vins wil zijn. En dicht. Nou. Nou, pak ik mijn app. Oh, jij hebt hem al? Ja. Nou, en dan stel ik hem in. En kijk eens aan, wat wil ik? Wil ik rare? Of medium? Medium rare? Nou ja, zo kan ik het aanpassen. Maar ik wil hem op die 49 graden kern. We doen hem medium rare, oké? Okay? Ja. Mee eens? Ja. Ingesteld, klaar. Gaarheid instellen. En daar gaat hij. En dan hoor ik het zo zelf van wanneer het klaar is. Dus voilà, hoe werkt dat? Super toch? Yes, nou, we hebben even aan de ene kant hem aangezet. Moet je eens kijken hoe mooi gebruind. En dan zetten we op de andere kant nog even aan. En dan laten we hem nagaren. Indirect. Hoppakee. Ja, en ondertussen zijn we de groente aan het snijden. Ja. Want, of we, ja, ik moet eerlijk zijn, Bastiaan aan de groente aan het snijden. Met veel plezier. We hebben ondertussen de puls ingesteld op indirect. Dus ik heb één kant van de barbecue heb uitgezet. En de andere kant staat aan en dan kan je lekker dus doorgaren. Mm-hmm. Wat gaan we zo doen? We hebben hier de plancha, die past ook op de puls. De puls heeft diverse attributen die je kan inzetten voor het bereiden van diverse producten op de barbecue. Een belegelijke olie. En daaronder is ook de plancha, de bakplaat. Super. Olie gaat erop. Wrijven we even in. Italiaans kruid. Strooi iets eroverheen. Lekker. En dat doen we met de andere kant ook. Edwin, ja, hij is klaar denk ik. Ik zie het, 54 graden, dus we kunnen door. Mooi. Ja, dat is voor mij het steekje ook juist en helemaal goed. We zien hoe mooi gegaan. Deze kant heb ik aangehouden. Ja. En
en deze uit. En dan is eigenlijk indirect doorgegaard op die barbecue. Top. Zo. Mooi stukje voilà. Vlees. Moet je eens kijken. Dat laten we even rusten. Dan gaan we naar deel 2 van het recept. En we gaan lekker groenten bereiden op de plancha, de bakplaat. Dus we zetten hem vol vermogen. Dat betekent dat deze er ook uit mag. Hoppakee. Die leggen we even hier neer. Zo. Beide branders op vol vermogen, zodat we de bakplaat goed kunnen verwarmen. Doen we deze even dicht. Het mooie is van de Puls Barbecue van Weber is dat hij continu wat pulsjes geeft. En die zorgt ervoor dat hij heel constant in zijn temperatuur is, ondanks dat hij een lekkere barbecue is. Want vaak wordt er gezegd dat lekkere barbecues vaak zakken in de temperatuur, maar niet de puls vanwege de pulsjes. Maximale temperatuur rond de 300 graden, minimale temperatuur 90 graden. Dus je hebt ook een geweldig bereik in de barbecue. Dus je kan enorm mooi spelen met allerlei dingen. Deze laat even warm worden, vlees laat rusten. Gaan we zo verder. Nou, vlees ligt te rusten. Dus tijd om lekker de groente op de plancha te gaan gillen. Edwin, als je even wat vet erop doet. Ja. Hoppakee. Gaan die erop. Zo, en die erop. En dat gillen we even lekker voor bij het stukje vlees. Ja. Nou, Bastiaan, ik denk wel dat die klaar is. Top, hè? Ja, geweldig. Mooi om ik heb ze intussen natuurlijk een keer omgedraaid. Ja. En ik heb hier schapenkaas, geitenkaas opgelegd. Mm-hmm. Nu gaan we het torentje bouwen. En dan hebben we een mooie spatel. Ja. Eronder. Uitje. Dat worden leuke torentjes. Ja, hè? Ja. Mooi, nou, Edwin. Heb ik de torentjes hier. Drie stuks, hè? Dat zijn de plantenbed. En nu komen er de ingrediënten bij elkaar. Ik verzamel alvast niet onbelangrijke dingen. Ja. Nou, de tri-tip waar we het over hebben gehad. Ja, het ezelstuk. Ja. En dan weet het nog, hè, dat zeg maar hier loopt hij zo. Hier loopt hij in de lengte, de neft. Ja, goed, dan kun je ook zeggen, weet je wat. Doe hem zo. Ja. Doe hem even zo. Net zo makkelijk, hè? Ja. Dat vergis je ook niet. Nee. Dus, voilà. Ik weet niet hoe je dat van plan bent. Ik ook niet. Kijk dat nog even aan. Voilà. Dan hebben we de ingrediënten bij elkaar. Ja, mooie kleur ook. Ja, wit, rood, niet alles bruin. Zouden blazen. Ja, en hier het vlees. Nou, een heerlijke combi. Je ziet het al aan onze gezichten, we hebben ervan genoten. En dat natuurlijk lekker op de Weber, de Puls 2000. Die ze vooral kenmerkt natuurlijk door die pulsen, waardoor die mooi constant op temperatuur gedurende het hele gaarproces blijft. Ja. U kunt meer informatie lezen over het recept hieronder. Meer informatie over de Weber uiteraard ook. Ja. En kunt u natuurlijk nog steeds gratis abonneren op het YouTube kanaal Fire and Food TV. Ik zou zeggen, maak het na, eet smakelijk. Ja, geniet van de pulsen. Ja.